wel. Hallo. Goedemiddag. Zagen jullie me af, zagen jullie me niet? Ik weet het nou dining niet meer. Oh mijn god. Hallo. Zien jullie me nou? Eigenlijk dacht ik dat hij al lang liep met de muziek. Maar niet dus. Ik kom zomaar binnenvallen. Hallo. Een hele goede middag. Tijd voor Roblox vandaag, jongens. Zij plast lang, zeg. Ja, jongens. Ik zat hier al lang. En ik heb je ook wederom weer een hele speech gegeven voordat jullie me zien. Omdat ik dacht dat we al live waren. En dat was niet zo. Het zou handig zijn als ik dat voortaan iets beter check. Maar hey, van harte welkom. We gaan vandaag Roblox spelen. En eerlijk gezegd heb ik even helemaal geen idee welke kant dat opgaat vandaag. Het zal wel allemaal. Ik hoor dat de muziek erg hard staat. Nou, dan gaat hij toch een stukje zachter. Dat kan. Hey, jullie moeten me een beetje helpen. Wat zijn de leukste spelletjes in Roblox? We gaan een beetje wisselen. Hier en daar. Oké, staat de muziek nu goed? Nog steeds hard. Adopt Me, Brookhaven, Among Us, Adopt Me. Oké, ik zie heel vaak Adopt Me en Brookhaven. We switchen gewoon van hier en daar. Zo, jongens. Oké, dit gaat veel te... Je snapt er waarschijnlijk niks van. Nee, Gamerdog, dat klopt. Hey! Kijk eens welke muis er ook eens komt kijken. Het is Dolly. Dolly! Weet je, jullie moeten mij gewoon een beetje helpen met het Roblox. En jongens, stop nu maar met dingen droppen. Ik zie Tower of Hell, Brookhaven. En natuurlijk Piggy en Adopt Me. Wat is een beetje makkelijk om mee te beginnen? Hallo? Hallo? Ik heb 2 jaar geleden een keertje Roblox gespeeld voor een video. Ik vond het eigenlijk best wel leuk. En ik dacht, aangezien er best wel veel mensen om hebben gevraagd... ga ik het gewoon weer een keertje voor jullie doen. Alleen dan, tijdens een livestream. Waarom niet? Jongens, stop maar met noemen. Anders kan ik de chat niet bijhouden. En ik wil ook gewoon gezellig met jullie kletsen. Oké, Brookhaven is makkelijk en Adopt Me. Dan gaan we daar gewoon mee beginnen straks. Lijkt me goed. Brookhaven en Adopt Me. Laten we daar lekker mee starten zo. Oh, Dolly, kom maar lekker op mijn schoot. Granny is makkelijk. Nou, dat vond ik dus wel meevallen. Oké. Ik ga even notities maken. Wordpad. Jullie willen... Oh. Hey. Wat gebeurt hier nou weer? Hoe is het met jou? Ja, met mij gaat het goed. Mogen we joinen? Nou, ik zou niet weten hoe dat moet. Misschien wel. Ik weet niet of het kan nou. God voor Jan, Dickie. Zo, ik ga het allemaal eventjes noteren. Ik zet de muziek voor mezelf ook even iets zachter. Adopt Me. En Brookhaven. Dolly, niet likken! Ze likt aan mijn hand, ik vind dat vies. Epic minigames, murder mystery, is dat ook iets? Dolly, hou op! Murder Mystery. Hé, dat klinkt wel leuk. Is Murder Mystery een ding? Moet je dan 1 of 2 doen? Want ik zie dat je... Murder Mystery 2. Is dat de goede? Met een mes, een blauw mes. Murder Mystery 2. Tower of Hell. 1 of 2? 1 of 2? Ik zie verschillende dingen in de chat komen. Het is een blauw mes. Oh, is dat moeilijk als je begint? Misschien is dat dan niet zo heel erg. Hoezo kan ik wat harder? Ik sta vol in de microfoon. Oké, wacht even. Ik zet de muziek wel even helemaal uit. Volgens mij ziet het er gewoon goed uit, hoor.
qua geluid. Oké, wacht even. Zet de muziek wel even helemaal uit. Staat mijn microfoon dan zo zacht? Volgens mij ziet het er gewoon goed uit hoor, qua geluid. Nee, hij staat gewoon zoals altijd. Misschien moeten jullie hem dan wat harder zetten, ik weet het niet. Sta ik zo zacht, jongens? Zoals altijd. Misschien moeten jullie hem dan wat harder zetten, ik weet het niet. Oké. Sta ik zo zacht, jongens? Vind katten leuker dan honden, sorry onder die Lisa. Ik vind honden leuker dan katten, sorry Lisa. Nou, interesseert me dan ook weer niet. Je hoort het gewoon goed, oké. Nu hoor je me dubbel, want ik heb het zelf even gecheckt. Sorry! Het is weer lekker rommelig. Hey, zullen we dan met Murder Mystery 2 beginnen of is dat echt veel te lastig? Oké, adopt me. Oké, we beginnen gewoon met adopt me. Adopteer me. Ik vind het helemaal leuk. Oh, dat ziet er heel schattig uit. Oh my god. Heel leuk. Ik heb het al gedownload. Wat een gedoe. Roblox openen. Nou, daar komt hij hoor, jongens. Hey, maar wat is Murder Mystery? Wat moet je dan doen? Moet je moord oplossen? Dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Pas wel bij me. Oké, ik heb hem inmiddels geopend hoor. Naar mijn gamescherm. Jullie horen het al? Dit heb ik wel eens gespeeld. Volgens mij is dat hetzelfde als dat ik op YouTube een keertje heb geprobeerd. Oké. Komt-ie. Ja. Oké, jongens. Gaat-ie dan. Ho. Even schermvullend, hoor. Nou, daar is hij dan. Zullen we dit maar gewoon eens even gaan doen. Pick your favorite color. Het is natuurlijk roze, hè? Echt leuk dat je meedoet aan de verraders, ja. Oké. Adopt a baby. Get adopted. Wat is leuker, jongens? Jullie mogen stemmen. Zijn wij ouders of baby? Vraag het aan jullie. Help mij alsjeblieft. Dolly. Wat doe je allemaal? Wanneer komt de verraders? Nou, op tv komt het op 1 april, elke vrijdagavond om 8 uur. Vanaf 1 april. Ouders. Oké, daar wordt het meest op gestemd. Ik laat hem nog heel even lopen, jongens. Ik weet niet wat er viel, maar dit was een glas. Het ligt hier helemaal onder. Oh my god, jongens, ik moet het opruimen. Wacht even, jongens, het is echt een probleem. Ik moet het opruimen. Dolly is hier natuurlijk. Ik kan het niet laten staan. Dan kijk even, de hele vloer daar ligt onder het glas. Oh nee, dat klonk niet goed. Dolly, je moet hier weg. Oh jongens, wat erg dit. Ik ben zo terug. Sorry voor deze chaos. My god. Kom Dolly. Even weg hier. Thank you.
mijn excuses, jongens. Ik ga dit heel eventjes proberen op te ruimen. En jullie blijven natuurlijk gewoon gezellig met me meekijken. Jullie mogen gewoon doorchatten, hoor. Hey, ik blijf hier gewoon voor jullie live. Niks aan de hand. Wat zonde, dit was een fijn glas. Erg, hè? Oh, het ligt overal. Het ligt echt overal. Ik weet niet of jullie het hoorden, maar het was echt een glasexplosie bijna. Zo hard was dit. De grote stukken haal ik er even tussenuit en dan probeer ik de rest op te zuigen. Oh nee. Oh, mijn deurtje kan niet meer dicht. Er ligt zoveel. Ik heb geen stofremblik ook. Horen jullie me nog? Hallo. Dat heb ik nog nooit zo eng gevonden. Dit is echt zo erg. Oké, we gaan gewoon door. Opzetstuk even opzetten. Oh, dat kan niet hoor. Nou, meteen de Dyson gesloopt. Thank you.
Jongens. Oké, even ander opzetstukje. Schoonmaken onder die. Gezellig muziekje erachter. Een ander opzetstukje. Dat ik Dolly hier dus eventjes niet... Het is intussen wel drukker geworden in de chat. Hallo! Oké. Nou, in ieder geval, ik ben er weer.
Ik denk wel dat ik Dolly hier even uitlaat, omdat er nog best wel wat glasscherfjes liggen. Dionne Dyson kan niet tegen glas, nee, dat weet ik nu. Ik krijg hem vast wel gefixt. Ja, dus even geen Dolly hier, want er ligt nog echt heel veel. Dus sorry. Sorry. Sorry hiervoor, jongens. Het is wel duidelijk dat, dat wat we gaan doen in Adopt Me, dat we de parent rol op ons gaan nemen. Dat we een baby gaan adopteren. Oh. Nou, dat hoeft niet hoor. Oké, wat gaan we eerst doen? Ik heb dit wel eens gedaan, volgens mij. Hey, Madelief 1900, dankjewel voor je donatie. Ja, Dolly heb ik dus eventjes niet hier. Sorry daarvoor. Vanwege al het glas wat hier ligt. Maar de docu voor Anna Creagel heb ik met NordVPN geluisterd. Met een VPN. Ja, ik heb dus geen Ella. Ik heb geen Stoffer en Blik. Daar was ik net naar op zoek, maar die heb ik dus niet. Maar Madelief, ik heb de ABC-documentaire van 2020 gekeken. Als je daarop googelt, kun je die vinden. Met een VPN kun je die bekijken. Oké. Ik ben dit popje. Heel erg leuk, gezellig. Headshop. Ik hoef niet naar de headshop. Oké. We gaan rondlopen. Wat is onze taak hier? Ik heb geen idee wat ik moet doen. Ga jullie mij helpen? Oh, jeetje. Oké, ik moet een beetje wennen aan de controls. We gaan de deur door. Oh, jeetje. Jeetje, wat is dit voor ellende. En nu? Je beeld is onscherp. Ja, dan moet je zelf eventjes je dingen gaan fixen. Oh. Teleport. Ik heb een ei. Gaan we voor een pet of gaan we voor een baby? Ook mogen jullie dat beslissen. Gaan we voor een baby of een huisdier? Jongens, over baby's gesproken. Ik droomde vannacht dat ik zwanger was, maar het niet wist. En dat ik pas na 12 maanden erachter kwam dat ik zwanger was. En toen was, ja, eigenlijk lag ik toen al te bevallen. En nou ja, had ik dus een baby in mijn buik. En dat is een hele rare droom. I know. Een huisdier. Oké, dan gaan we voor pets. Moet ik hierheen? Oh. Gaan we voor deze of gaan we juist sparen? Oh nee, buy box. We moeten... Oh, moeten we dit doen? Klik op de rugzak. Ik zie nergens een rugzak. Zien jullie ergens een rugzak? Ik zie nergens een rugzak. Waar is jullie rugzak? Ik zie nergens een rugzak. Waar is jullie rugzak? Oh, hier. En dan? Oké, we gaan naar de nursery. Ik denk dat jullie dit bedoelen, toch? En dan? Oké, hier. Wat moet ik hier doen? Ik krijg ook helemaal geen tutorial, maar volgens mij dit is al een keer... De rugzak ligt bij Dora, ja maar echt. Rugzakken? Oh kijk, de baby's zijn ook schattig. Kijk, al die naakte baby's. Wat cute. Oh nee, hij is niet naakt. Hols. Klik op die hond. Oké. Oh. En nu? Ik geef jou een sandwich. Jij snapt er echt niks van. Lol, nee, Star, dat heb ik gezegd. Ik ga met jullie Roblox spelen. Jullie moeten me echt helpen. Kan ik niet helemaal opnieuw beginnen?
Nee, hè? Ik weet het niet meer. Ik heb dit dus ooit gedaan. Dat is dus ook de reden waarom ik nu geen tutorial meer krijg. Maar dit is al 2 jaar geleden en ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Help. Die moet je verzorgen. Hoe gaat het nu? Tricks. Kijk nou. Hoe lief is dit? Ik kan het hondje een naam geven. Echt cute. Ben je zwanger? Nee, niet dat ik weet. En nu? Kan ik niet een ei kopen? Nee. Oké, we gaan naar dress up. Oh. En we noemen hem Tolly. We gaan hem even een leuk halsbandje geven. Kijk. En een pet. Wat een schatje. Oké, ik vind het echt een hele cute. Cutie. Echt een cutie. Nee, ik wil niet naar de head shop. Oké. Okay. Oké, wacht. Moeten we naar deze meneer? Oh, wat doe ik nou? Oh my god, ik weet niet meer waar het schermpje is. Oh, hier. Ik weet niet wat ik moet doen hoor. Oh, ik krijg dit niet meer uit mijn scherm. Jongens, waarom begrijp ik dit allemaal niet, joh? Oké, we gaan de pijltjes gewoon maar volgen dan, hè? Hoppakee. Ik vind het helemaal goed. Oh, kijk nou. Allemaal andere mensen. Oh, kijk. Oh mijn god, kijk. Dit wil ik ook. Wat heeft hij in zijn arm? Oh. Oké. Ik ga iets ruilen, maar wat? Oh, hij wil... Ja? Ik ga deze ruilen. Ik wil die. Gaat hij echt niet doen, denk ik. Ik weet het niet. Ik heb blijkbaar iets geruild of zo. Heb ik hem nou gerolen? Ja! Ik krijg dat ene schaap. Ja! Oh my god. Kijk! Wat leuk! Hoe kan je traden? Ja, iemand deed mij een verzoek. Maar ik heb deze nu. Oh my god. Ik vind hem echt heel vet. Hij is voor mij. Hoe krijg ik dat nou voor elkaar ineens, hè? Ik weet het niet. Oké, wat moet ik hier doen? Tony. Oh nee, Bonnie. Hoi, Bonnie. Nee, ik ga niet alleen Adopt Me spelen. Ik snap er al helemaal geen ruk van, dus... Kan ik dit nu kopen? Maar die wil ik niet. Vind ik niet zo boeiend. Wat is dit voor iets moois? Oh, een heksenhoedje. Hoe duur is die? Heel duur. Veel te duur. Dat heb ik niet. Oh, dit vind ik mooi. Ja. Oh, dat kost allemaal geld. Maar wat heb ik hier aan? Ja, ik ga rollen. Ik heb Dolly gerolen voor een geit. Dat klopt. Oké, wat moet ik hier dan doen? Oké, mijn hond wil drinken. Ik weet dus echt helemaal niet zo goed wat ik hiermee moet. Maar ik ga weer weg, want schijnbaar kost het echt geld.
Jullie waarschuwen me allemaal. Maar hé, wat vinden jullie van mijn schaap dan? Is toch leuk, hè? Waar is die eigenlijk? Kirin? Kirin? Ik weet niet waar die is. Waar is die gebleven? Even zo. Ja, hier. Kijk! Oh! Zo lief! Mijn schaap is helemaal de shit. Kijk dan. Kijk dan. Ik heb echt een cool schaap. Oké, wat moet ik nu doen? Kan ik meer pets kopen? Ik moet ergens een ei zien te krijgen, of niet? Geruild? Gerolen, toch? Ik heb geen idee. Oké. Waar ga ik heen? Thirsty. Oh, hij is thirsty. Daar heb ik ook wel eens last van. Ik ben ook wel eens dorstig. Hoppakee. Ja hoor. Kopen we toch een lekker drankje. Koffie. Hoppakee. Hij is zo leuk. Echt leuk. I need a shower. Jeetje. Ja, is hij nu blij? Oké, we gaan een douchen. Gerolen is geen woord. Oké, nou sorry hoor. Ik zeg altijd gerolen. Oké, we gaan even kijken. Murder mystery, is dat niet super moeilijk als ik dit al moeilijk vind? Ja, ik heb Dolly weggegeven voor een schaap. Maar ja, Dolly was... Ik vind deze in dit spel gewoon nou eenmaal wel een stukje leuker. Ziet er leuk uit, dankjewel. Ik heb niet heel erg mijn best gedaan vandaag. Hé, hey Dion, heb ik veel gemist? Nou, je hebt vooral gemist dat ik aan het stofzuigen was. Meer ook niet, nee. Hier, dirty. En nou wordt hij weer schoon, wat lief. Kijk, zijn snuit komt er nog doorheen. Krijg ik nu knaken? Wat fijn. Hij wil eten. Nou, dan doen we dat toch ook even. Hij eist wel veel hoor, hé. Is banana iets makkelijk? Kom even met makkelijke Roblox spelletjes. Maar het klopt hè jongens, dat je eerst gewoon een... Hey, ik krijg weer cash. Hoppakee. Brookhaven, wat moet je met Brookhaven doen? Hoppakee. Volgens mij kreeg je eerst een tutorial, die heb ik destijds gevolgd toen ik mijn YouTube video ging opnemen. Oh ja, we gaan wat eten hier. Pizza. Rustig, vriend. Ik ben nog bezig. En in de oven. Je moet wel vanzelf je pizza maken. Dat vind ik dan wel een beetje slechte service. Hè? Het is toch wat? Oké, alsjeblieft. Oh. Heb ik hem nou weer erin gedaan? Dat wordt een verbrande pizza. Alsjeblieft. Oh, hij is ook nog eens heel erg verveeld. Jeetje, wat een veel eisend beest! Oh, roleplayen ga ik niet doen hoor, jongens. Wat heb je daaraan? Ik ga niet doen alsof ik iemand ben. Banana iets is eng. Is die eng? Oh. Hé, hey, eigenlijk wil ik hem wel even een andere naam geven. Nee, niet ik. Is dit allemaal heel moeilijk? Volgens mij kun je toch gewoon allemaal tutorials doen.
Oké, wacht. We gaan hem deze ook. Dit is Dolly vanaf nu. Ook als de schaap. Het is gewoon Dolly. Hoe vet is die? Oké, hoe kom ik weer terug dan? Ik wil dit niet. Oké. Dolly. Kijk dan. Gaat helemaal los. Met de rest. Het is een mix van een schaap en een buffalo. Jongens, ik ga geen mensen toevoegen. Sorry. Maar daar gaat deze stream ook niet over. Ik ga gewoon lekker spelletje spelen. Gezellig dit. Oh. Oké, nou, ik heb het wel gehad. Ik vind dit eigenlijk wel mooi geweest zo. Kan ik dit opslaan? Het is leuk geweest. Helemaal leuk. Meen. Oké, ik heb hem weggeklikt. Jongens. Hij staat niet meer open, maar maakt nog geluid. Hoe kan dit? Oh, gelukkig. Godzijdank. Hoe kan dat nou? Roblox. Oké, wat moeten we verder spelen? Jullie zeggen de hele tijd Brookhaven. Daarna gaan we dat murder mystery maar eens even doen. Let's go. Ik ben benieuwd. Wat is banana iets? Die ga ik ook even op mijn lijstje zetten. Oké, daar komt hij hoor. Oké. Ik heb Brookhaven opgestart. Ik heb geen idee wat we moeten doen. Dus help mij maar eventjes. Dat is RP. Wat is RP? Oh, ik moet mezelf wel even omkleden, denk ik. Want ik loop hier in mijn naki. Avatar. Ja, prima. Het is ook zo leuk dat je uitleg krijgt. Het is echt leuk. Roleplay. Ik hoor geen eens een muziekje. Nou, dit vind ik nu al stom. Stom! Ik vind het stom. Het is roleplay. Nou, wat moeten we dan doen? Banana iets. Oh, dat ziet er eng uit. I love it. Oké, ik ga die opstarten. Roleplay. Oké, je moet zelf dingen bedenken. Nou, dat doe ik niet. Nee, dat doe ik niet. Weet je, jongens. Ik leer gewoon... Ik maak gewoon kennis met Roblox. Ik heb er geen idee, hè. Ik heb het nog nooit gedaan. Het ziet er best eng uit. Ik weet niet wat ik moet doen, hè? Hide from banana, don't get eaten. Your beacon will glow when banana is near. Complete puzzles to take time off the clock. Oké, help. 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 Deze besturing. Trek het niet zo goed. Oh jee. Oh. 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 Wat gaat iedereen doen? Waarom staat iedereen stil dan? Oh my god, daar is die, daar is die. Ik wil weg hier, ik wil weg hier. Kan ik rennen? Oh my god. Oh my god. Oh jee.
Moet ik nog iets doen? Ik ga gewoon deze man achterna. Ik ren gewoon hem achterna. Wat gaat hij doen? Oh. Oh. Oh! Oeh! 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 Jeetje. Oh jeetje. Waar is die? Oh my god! Ik ren hem nog! Ik wil niet. Oh mijn god. Dit was heel raar. Oké, maar I like it. Ik moest er gewoon eventjes aan wennen. Oké. Ik ben er. Wat moet ik doen? Wat is dit? Ik ga dit niet kopen. Wat moet ik nou doen? Ik wil gewoon naar het volgende spel. Oh, ik kan ook natuurlijk springen. Nee. Thanks, ja. Ik laat Dolly niet hier, want het is hier helemaal... Oké, jongens. Help. Ik vind het af en toe maar een beetje vaag. Nu moet je gewoon wachten. Oh, ik zit in de lobby. Nou jongens, dan blijf ik toch even lekker met jullie kletsen. Ik vind het helemaal goed. Wat is dit joh allemaal? Ik vind het maar eng. Kijk naar de tijd. Nog 2 minuten. Samenvatting staat onder het spel. Oh, kijk hoe leuk. Gaan we er weer voor? Oh, kijk. Ik was 7e van de 8. Nou, dat is toch niet zo slecht voor een eerste keer. Je kan ook banana zijn. Je kunt stemmen. Maar dat wil ik niet. Ik wil niet. Ik snap dit allemaal niet. Ik vind het allemaal maar heel ingewikkeld hoor. Ik wil... escapen. Toch? Oh ja. Oké, dan gaan we weer. Oh mijn god! Oké, kijk jongens. Ik snap dit natuurlijk allemaal niet. Wat zijn dit voor coins eigenlijk? Wat kun je ermee? Oké, ik ga verder. Ik loop door. Banana is hier. Moet ik dan weg? Ik weet niet zo goed wat ik dan moet doen. Waarom ben ik rood en de rest blauw? Weet iemand dat? Je moet puzzels oplossen. Ja, ik zie alleen de puzzels niet. Kan ik in een kluisje zitten of kan dat niet? Hoe verstop je? Hoe verstop ik me? Stop. Ben ik nu verstopt? Of niet? Oké, maar waar zijn die puzzels? Missing yellow point. Oh mijn god. Ik ren hun gewoon achterna. Oké, let's go. Oh, ik schrik me dood. Je moet je dus alleen verstoppen. Als die rood is, ja. Is die blijkbaar in de buurt?
Oh mijn god. Wat was dat? Wat was dat? Hij is hier. Oh! Oh my god, oh my god, oh my god. Ik wil redden, bitch. Oh my god. Ik vind het eng. Ik kan niet rennen, hè? Ik kan niet harder of zo. Nee. Of course. Dat kan natuurlijk weer niet. Nee, nee! Ik vind het leuk. Ik vind het wel heel leuk. Maar kunnen jullie me een beetje helpen? Ik heb nergens per se een puzzel gezien. Maar... Oké. Wat zijn trouwens de controle, de opties? Oh, je moet daar punten verzamelen. Maar hoe pak je die? Is dat dan nog enter? Ik heb nu shift, enter en natuurlijk ASDW. Maar voor de rest... Ik kan even rondkijken. Ik zie ook niet zo goed gewoon enter. Enter? Of spatie bedoel je dan? Je moet er gewoon op klikken. Oké. Bijvoorbeeld als je zo'n tonnetje hebt, daar kun je in verstoppen, toch? Hoe doe je dat? Of kan dat niet? Ik zag het net wel iemand doen. Je moet op een taart heen lopen en dan heb je hem vast. Wat ga je vanavond eten? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik snap het niet zo goed, jongens. Wat zijn de keys? Want ik kan die dus niet vinden. Normaal kan je in een spel gewoon zien wat de opties zijn, weet je wel? Wat je kunt doen. Ik heb het idee dat ik sommige dingen nog niet helemaal weet. Ja, maar hoe verstop je je? Kun je dan gewoon ergens in staan of moet je nog wel ergens op klikken? Een kluisje kon je bijvoorbeeld niet openmaken. Het is dus zo simpel. Oké, okay, let's go. Sinister Supermarket. Ziet er leuk uit. Ik heb daar gewoon maar op geklikt. Oké. Okay. Oké, okay, als je rugzak rood wordt, betekent dat de banaan dichtbij is. Oké, okay, weet je, zullen we daar gewoon op focussen? Kunnen we later kijken of we een puzzel op kunnen lossen? Oké, okay, die van mij kleurt gelijk... Oh nee. Zou ik gewoon iemand achtervolgen? Een beetje kijken wat diegene doet. Wat is dit bijvoorbeeld? Dit is al zo'n puzzel. Maar hoe pak je dan zo'n... Oh my god. Hoe pak je deze? Waar moet je dit heen brengen? Waar moet ik dit taartje heen brengen? Ik heb echt geen idee, hè, jongens. Hier. Oké, top. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik ga hierin staan. Kan ik hem dicht doen? Kan ik hem dicht doen? Vind ik niet leuk. Gaat ons niet vinden, toch? Oh my god. Wat hebben we dat goed gedaan? Ik heb een taartpunt neergelegd. Oh, wat was dat? Wat was dat? Hoe moet ik opstaan?
Zagen jullie dat? Ik vond dat heel eng. Ik vond het toch een partij spannend. En wat, waar zijn die muntjes goed voor dan? Oh, dat was een bananenschil. En dit, is deze al goed? Wat zijn die exits? Oh mijn god. Oh mijn god. Kan ik rennen? Kan ik harder? Kan ik harder? Nee, hè? Ik zag hem gewoon. Oh my god. Ik word er een beetje eng van. Oh, dan kun je ontsnappen. Oké, maar ik snap nu niet zo goed wat ik moet. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel heel leuk om dit te leren. Oh god, daar is die, daar is die, daar is die. Ik ga gewoon in dit ding zitten. Oeh. Ik vind het wel een beetje eng hoor. Waar moet ik heen dan? Ik weet niet waar ik heen moet. Ik zie ook helemaal geen exit of zo. Zit ik goed? Oké, op een of andere manier heb ik het gered, maar ik weet niet hoe. Ik ben ontsnapt. Maar ik weet niet meer zo goed wat ik heb gedaan. Is het daadwerkelijk zo simpel? Nou, ik heb het gered. Jongens, helemaal toppie. Onder die pro-gamer. Er zitten mensen in de chat. Snap er geen bal van. Maar is leuk. Oké, eens even kijken. Ik help je wel. Ah, onder die, je bent echt een baddie. Ik ben een pro. Oké, jongens. Nou, ik heb het gered. Ik snap het een beetje. Ik heb geen puzzels opgelost, want die snap ik niet. Ik heb in ieder geval een taartpunt ergens ingegooid. Wat is normaal zo'n beetje het eerste wat je gaat doen hier? Oh, Spider-Man is een banaan. Die zou mij gaan helpen, maar... Oké. Banana is hier. Wat moet je met die munten? Is dat iets? Hé, hier zijn geen verstopplekken, man. Ik vind het een beetje eng. Oh my god, oh my god. Deze controls, jongens. Oh, jeetje, er zitten gewoon... Hier zijn filmcamera's. Ik kan me niet verstoppen hier. En dat vind ik niks. Jongens, lekker hè? Zo'n banaantje erbij. Oké, iemand is opgegeten. Ik weet niet wat ik moet doen. Oh mijn god, ga weg. Doe ik? Oké, hier is al bijna een hele taart. Hier wel een beetje kijken zo rond de kamer wat er gaande is. Ik ga gewoon een beetje rondrennen, verstoppen.
Oh my god, ik hoorde iets. Ik schrok. Oké, daar zie ik een soort puzzelstuk. Ik denk dat ik hier in moet. Ik weet niet waar ik ben, hè? Doe maar wat. Ik haal gewoon muntjes, want ik weet niet waar ze goed voor zijn. Waar is die taart dan? Ik weet niet. Wow, wow, wat was dat? Oh mijn god, daar is die. Daar is die. Ik ga hierin. Hij was daar gewoon. Hij was daar gewoon. Hierin. Oh my god. Mijn rugzak is ook gewoon rood. Dus hij is nog steeds in de buurt. Oh. Volgens mij loopt hij hier nog steeds, hè? Ja. Wel gezellig hier in dat kluisje. Hij is er niet meer. Wat is dit? Moet ik hier iets mee? Oh mijn god, het is nog steeds rood. Ik zweer het. We moeten hier denk ik wel echt weg. Oh my god. Die is goed. Ah, kijk, deze mensen hè, die aan het lekker aan het meespelen zijn, die kijken ook gezellig mee op onze stream. Ik weet nu niet zo goed wat mijn doel is, behalve dat ik niet wil dat die banaan mij pakt. Oh nee. Oh nee. Oh, die banaan kan natuurlijk nu zien waar ik ben. Dat was heel dom. Godzidori. Ik raak helemaal in paniek. Zien jullie dat? Kut, waar is die escape dan? Daar. Oké, let's go. Let's go! Ja! Met de horrorfilm, hè? Hey! We zijn weer ontsnapt. Oké, level 2. Leuk. Oké, jongens. Wat moet ik nu doen? Gaan we het nog één keer doen? Lekker bezig, Dionne. Ja, maar de banaan kan natuurlijk mijn stream openen. En nu zien wat we aan het doen zijn. Dus dit is niet zo heel handig. Toch? Moet ik nou gewoon door? Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Zullen we nog eentje doen dan? Ik wil niet de banaan zijn, hè? Eerlijk. Ja, ik vond de... Oh, die fun center, dat spreekt mij ook wel aan. Ik vind het best wel leuk, eigenlijk dit. Dit vind ik best wel leuk. Het is spannend. Die banaan, weet je, ja... Eerlijk. Hey! Ik heb... Oh, ik dacht even dat ik een Spider-Man pakje aan had. Maar dat is dus niet zo. Oh, wat een leuk fun center. Ik heb er plezier in. Oh, kijk! Vet mooi. Oh, banana is hier. Banana, doe me dit niet aan. Het is wel groot. Je hebt ook geen map of zo. Dat vind ik toch altijd een beetje moeilijk. Oké. Okay. Ineens is die er ook soms, hè? Ik ben ook in de war. Ho. 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 Ho.
Zit stil. Zit stil. Zit stil. Oh, dat is wel heel intiem. Hij staat daar nog. Of niet? Nee. Of wel? Oh, de exit opent. Oh god, daar is die, daar is die, daar is die. Oh my god. Ik ga hier maar weer in. Ik wil weg. Wegwezen hier hoor. Zit die vast weer achter mij aan, of niet? Oh mijn god. Ik ben zo in de war. Ik ren maar gewoon, hè. Puzzels hangen op de muren. Ja, maar ik weet niet of ik ermee aan moet. Ik klikte erop, maar... Oh, volgens mij is die er. Of wat, zat iemand vast in een val? Oké, jongens. Ik heb even geen idee wat ik ermee aan moet. Wat is nou die puzzel? Kijk, waarom is die roze en waarom zijn wij rood? Toch, we kunnen eruit nu. Oh my god. Oh, hier is de taart. Maar de rest van de taartpunten zijn er nog niet. Oh my god, daar is die, daar is die. Oh my god. Oh my god. Ik schrik van mijn eigen muis. Ik ga sowieso wel dood. Oh. Oh jongens, ik vind het best wel spannend. Ik vind het best wel leuk. Dit heeft een charme wel hoor. Wie is nou opgegeten dan? En nu? Wat is dit voor spel? Oh mijn god, ik schrok. Oh my goodness. Ik moet weg hier. En ik... Mij lukt het niet, ik ben in de war. Hij rent gewoon van mij weg. Die banana die zag mij niet. Ik ben heel bang. Hij is heel dichtbij. Ik durf er niet uit. Ik durf er niet uit. Oké, jongens. Ik weet ook gewoon niet zo goed wat die tasks zijn. Ja, ik praat maar eventjes in de termen van Among Us. Ja, daar is die. Ik ga er niet uit, vriend. Ik ga er gewoon nu wel uit. En ik ren gewoon even lekker de andere kant op. Vriend, niet daarheen gaan. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Hij is hier niet. Oké. Moeten we hier iets mee? Wanneer iedereen wordt opgegeten. Oh, wat een spanning. Wat een zenza. Wat moet ik hier? Oh god, hij is in de buurt. Die staat goed, hè? Oh god, daar komt hij, daar komt hij! Kom op, kom op. Ik vond het wel een beetje spannend hoor. We gaan het gewoon nog een keer. Nog één keer. Nog één keer. Bro, die banaan kilt mij. Ik vind dit erg confronterend. Ik ga stuk. Poeh. Je hand. Je bleef ook kruipen. Ja, je zag me kruipen. Ik kwam niet meer overeind. Ik kwam er wel bijna onderuit. Zagen jullie dat? Ah, oké. Okay. Je hebt bijvoorbeeld de sleutel. Word banana. Nou, ik wil niet. Het is wel iets makkelijker misschien. Ik snap die puzzels alleen niet. Dat vind ik jammer. Banana Manor. Oh, Musa Med Center. Mij maakt het niet uit.
Hey, ik vind het wel een leuk teampie hoor, hier zo. Nee, Brookhaven is niet zo leuk. Blijkbaar is dat gewoon een roleplay. En ik ga niet doen alsof ik gekke appie ben. Daar heb ik geen zin in. Ik vind banana iets echt heel leuk. Oh my god. Echt, ik vind het heel leuk. Oké, okay, kijk hier. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat is hier bijvoorbeeld de bedoeling van? Daar kun je zeker nog niks mee. Kan iemand mij uitleggen wat ik met dit ding moet doen? Ik heb het idee dat hij achter me aan zat. Oh mijn god, oh mijn god. Hij vreet iedereen op. Hij vreet iedereen op. Ik durf niet eens te praten omdat ik... Oh, ik ben één hartje kwijt. Moet ik nou eruit? Ik ben een beetje bang. Ja. Oh my god, oh my god. Oh my god. Look at that butt. ik ben erg bang. Moet ik zeggen. Ik wil niet opgegeten worden nu. Ik vind alles prima, maar... Ik ga hier zitten nu. Mijn hart, hè? Mijn hart? Mijn hart? Wat een ellende dit. Ik heb het idee dat hij nog steeds heel dichtbij is. Ik kan het niet goed zien. Oh ja hoor, kijk. Kan hij me nu gewoon pakken eigenlijk? Ik hoor ook gewoon gerommel en gestommel hier. Ik ga door dit gat. Ik zie geen puzzels. Geen taart. Dat is op zich jammer. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Oh. Hier moet die taart op zeker. Hé, volgens mij, dit kan ik helemaal niet. Ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Het is allemaal erg dichtbij, dat hoor ik. Wat moet ik doen? Meh. Oeh! Oeh! Nee! Nee! Nee, vriend! Is er één banaan of zijn er meer? Oh my god. Nee, nee, nee. Nee. Hey. 10.000. Hey, dit zijn meer. Het zijn er echt een heleboel. Ik heb het gevoel alsof er 5 bananen rondlopen. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Nee, ik weet niet. Wat moet ik nou? Wat moet ik eigenlijk doen nu? Ik ga het niet meer redden, hè? Twee minuten. Oh, ik ben niet de enige meer, dat scheelt. Maar er zijn niet heel veel meer levend, of? First person, hoe kan ik dat doen? Ik weet op zich nu niet zo goed. Toen was ik echt heel erg opgegeten.
Oh. Oh my god, wat een spanning en sensatie. Het was toch leuk, hè? Hey, ik vind het wel een heel spannend spel. Zijn jullie voor nog een potje? Eindelijk begrijp ik het ook. Wat zou dit zijn dan? Het zou wel leuk zijn als je in die lobby een beetje uitleg krijgt over hoe die minigames in elkaar zitten, snap je? Je krijgt nergens een tutorial. Moet je het dan van elkaar leren? Nou, dat is het enige puntje van kritiek hier. Ik wil nog wel een potje doen. Hoi Anouar, leuk dat je er bent. Ik wil best wel Piggy doen hoor. Nee, je mag geen caplocks. Nou, geen idee. Caps, ja. Niet in hoofdletters praten hier in de chat. Dat zijn regels. Dus waarom? Nou, omdat anders iedereen dat gaat doen. En dan wordt het heel onoverzichtelijk en irritant, die chat. Snap je? Kan je iets anders? Nee, kan niks anders. Ja, tuurlijk, schat. We gaan straks verder met een ander spelletje. Nog één keertje. Nog één keertje. Oké. Jongens, ophouden met in caplocks gaan praten. Want dat is niet. Dat zijn echte chatregels, anders krijg je een time-out. Ja. Oké. Verstop je. Ja, erg leuk. Eens even zien of we wat taarten kunnen vinden. Lekker de taartpunt. Zo, daar heb ik wel zin in eigenlijk, taart. Oh mijn god, Oscar is het. Oscar. Oscar, lieve vriend. Spaar ons. Oh, daar is die hoor, Oscar. Oscar, sorry, maar mij ga je echt niet pakken. Ik wil dat niet. Ik ga me even verstoppen, jongens, want daar loopt hij. Hij is heel dichtbij. Hij is weg. Oké. Oh, daar is hij weer ergens. Waar kan ik heen? Oh, daar is hij. Daar is hij. Hey, we hebben dat mee al gespeeld, maar dat vond ik niet zo heel erg boeiend. Waarom blijft hij altijd hier? God, oh god! Ik ga heel snel weg hier. Oh my god. Nee! Nee! Godverdorie. Ik heb eindelijk het taartpunt ingebracht. Oké. Ik heb het taartpuntje ingebracht. Ik ben echt super trots op mezelf. Die staan goed. Wat moeten we hier doen? Is dit al goed? Weet iemand wat je bijvoorbeeld hier moet doen? Wat je moet invullen hier? Ik heb geen idee.
2, 3, 4. 2, 4, 8. Welke map? Jongens, welke code en in welke map? Waar staat die? Wat is daar de code van? Oh, die ligt ergens op de grond of een ton. Waar dan? Op wat voor ton? Oké, binnen 1 minuut gaat die exit open. Die moet je vinden. Oké, let's go. Op naar de escape. En... ik ben dood. Ik ben dood! Dat was lullig. Oh, ik rende voor mijn leven. Oké, nog eentje om het af te leren. Nog één. En dan gaan we even kijken naar Tower of Hell. Of die murder mystery. Laten we dat dan even... Ik ben wel helemaal in deze sfeer. Ik vind het helemaal leuk. Ja. Ik vind het heel nice allemaal. Niet? Ja, toch wel. Ik ga het nog één keertje doen. Eén keertje. De facility. Ik ga hem eventjes op mijn lijstje zetten. De facility. Gaan we die straks... De facility. Gaan we die ook eens eventjes checken. Ik vind Banana iets eigenlijk best wel leuk. Oh, nog een potje! Piggy gaan we straks ook misschien wel even proberen. Oh jeetje. Oké, hoppakee, taartpunt. Kijk, mij op dreef zijn. Oh jee, 2 taartpunten ingezameld. Banana is here. Nummer 3. Waar zijn die muntjes eigenlijk goed voor? Weet iemand dat? Ben ik hier veilig of niet? Ik weet het dus niet zo goed. Ik denk het niet. Ga gewoon. Zag je dat? Ik was echt. Het was gewaagd, jongens. Oh lord, waarom rent iedereen daar vandaan? Ik kan het wel raden. Spannend. Oké. Is dit. Maar dan komt Banana sowieso hierheen straks. Ik verstop me in deze kluis. Oh, oh, oh! Nou. Nog eventjes, denk ik. Oh, daar is die. Hoor je ook dat glibberige geluid van Banana als die in je buurt komt? Waarom trillen wij? Oh.
Waarom trillen wij? Oh nee. Nee! Nee! Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Ik wil weg hier. Ik moet hier weg. Maar ik kan niet weg. Oké, maar waar kunnen we heen? Daar, hè? Ja. Oké, wacht. Oh my god. Ik weet niet waar we heen moeten. En hier toch? Oké, daar gaan we. Potverdikkie. Shit. Ah, jammer. Oké, jongens. Dat was leuk. Ik vond Banana iets echt... Ja, 5 van de 5. 5 sterren, jongens. Vond het leuk. Oké. Volgende. Wat zullen we doen? Ik heb een paar dingen. Of nou ja. Jullie mogen stemmen. Stem vooral op hetgene wat wat meer haalbaar is. In mijn geval. In Roblox. Wat zou ik ook kunnen? Gewoon in één keer. Toch? Ga maar even stemmen. Oh jeetje, dit gaat heel erg gelijk op. Ik ben benieuwd wat jullie gaan kiezen. Het is 50-50. Vinden jullie anders goed? Ik ga heel even een plasje doen. En jullie gaan gewoon even tussendoor stemmen. Wat willen jullie zien? Tower of Hell of Murder Mystery. Jullie zeggen Murder Mystery is makkelijk of Tower of Hell. En de ene zegt weer Tower of Hell. Dus we gaan het zien. Ik ga even een plas doen. Tot zo. I'm celebrating,
Nou, hier schieten we niet heel veel mee op, hè, jongens? Oké, wat denken jullie dat makkelijker is? Tower of Hell of Murder Mystery? Ga gewoon Murder Mystery doen. Zo grappig dat het 50-50 is geëindigd. Let's go. Oké. Komt eraan. Ik vond het best leuk. Banana Eats was wel echt een succes. Ik doe de muziek weer even uit. En we gaan weer eventjes een Roblox spelletje aanzetten. Ja. Daar gaan we. Nou, ik ben erg benieuwd. Ik weet dus niet wat ik moet doen, hè? Ik heb geen idee. Dit is denk ik nog een... het startscherm, toch? Weet iemand wat ik moet doen? Oké. Oké. De lobby. Ik ben innocent. Nou, lijkt wel een soort verraders. Wat moet ik doen? Ik weet niet wat ik moet doen, hoor. Hij is nog niet begonnen, toch? Oh. Oh. Ik vind het niet zo leuk, denk ik. Pak munten. Hoe was je verraderservaring? Ik vond het echt heel vet. Oké. Heel vaag dit. Er is ook geen muziekje. En dan hoor ik mezelf die eierkoek de hele tijd eten. En dat smakken, ik vind het helemaal geen succes. Nou, is dit het? Ik vind het niet leuk. Oké. En nu? Oké, nou. Wat moet ik niet doen, hoor? Ik moet gewoon wegvluchten de hele tijd. Oh jee. Kan ik schieten? Nee, zeker. Oh, ik moet muntjes pakken, of niet? Ik heb geen idee wat ik doe. Kan ik harder rennen dan dit? Kan het niet? Oh jee, wat een spanning. Jeetje, wat is dit? Super Mario, wat moet ik doen dan? Oh, oh, oh. Nou, ik vind het helemaal leuk. Lekker een beetje muntjes pakken. Daar staat iemand de hele tijd stil te staan. Ik vind het maar een beetje eng. Oh. Oh, hier is wel shit gaande. Nee, zij is de moordenaar. Ik ga weg hier. Zag je dat? Dat was niet oké. Victory!
Oh. En ik heb overleefd dit keer. Maar ik vind het saai. Ik vind het echt saai. Ik wil Tower of Hell wel eens zien. Ik vind het ook stom omdat je gewoon geen muziekje hoort. Ik wil gewoon muziek. Tower of Hell. We gaan Tower of Hell maar eens proberen. Kyle, wat goed dat je de murder hebt afgeschoten. Ik ben trots. Nou, ik vond het gewoon niet zo leuk. Hé, hey. En we hebben muziek. We hebben muziek en dat is fijn. Ja, geen idee wat ik moet doen, maar ja. Is dat dit? Is dit alles? Is dit het? Is dit het? Is dit het? Is dit het echt? Is dit het for real? Is dit een grapje? Is dit een grapje? God. Jongens, dat vind ik helemaal niet leuk. Nou, nee, dat ga ik niet doen hoor. Dit gaat me veel te ver. We gaan Piggy doen. Piggy! Nee, sorry, maar dat gaat me te ver. Ik wil wel een beetje spanning. De Mimic! Is dat leuk? Mimic. Oké. Okay. Piggy. Piggy. Heel spannend. Jeetje, wat spannend. Wat een spanning. Straks ben ik Piggy. Dat wil ik niet hoor. Hey. Nou, hè? Ik wil gewoon player zijn, hè? Ik wil geen... Oh. Ik wil niet Piggy zijn meteen. Ik heb dit wel eens gedaan, maar is lang geleden. Oh, spanning. You better be ready, Mr. P. I'm coming for you. Kan ik hem ook neerschieten dan? Piggy is Peppa Pig. Oké, ik ben benieuwd. Help, jongens, help. Anders gaan we gewoon banana iets doen. Wat moet ik doen dan? Moet je ook taakjes doen? Help mij! Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Dikke vette oen. Piggy is wakker. Ik ben een kakker. Wat moet ik doen? Het is weer zo stil. Doodse stilte. En ik hou daar niet van. Ik moet zeker sleuteltjes vinden. Ik hoor gerommel. Hé, hey, wat is dit? Kan ik dit pakken? Wat was dat? Daar is die. Oké, okay, ik heb een groene sleutel. Een groene. Die is precies voor daar.
Nou, is dat even een goeie. Dan heb ik hier een rode. Toch? En die rode sleutel is voor hier. Nou, wat een fantastisch spel. Moet ik hier op? Is dit de bedoeling? Nee, het is niet de bedoeling. Denk ik. Moet ik dit maken? Kan ik niet springen? Dat kan niet. Oh, hij gaat het maken. Kijk. Ik ga hem achterna. Het gaat best goed. Wat is dit voor eng geluid? Wat was dat voor eng geluid? Was dat nou echt nodig? Moet deze worden bevrijd? Of kunnen we die ook gewoon laten? Kan. Oké, hierna gaan we de mimic maar eens even proberen. Ik dacht, hey, waar is Piggy eigenlijk? Ik heb hem helemaal niet gezien. Heel even, maar... Oh, kijk. Dit is een kluissleutel. Ik denk dat dit al is gedaan, hoor. Maar goed. Hè? Hey, ik heb een gun. Kan ik daarmee schieten? Jullie noemen ook de hele tijd dance off, maar wat is dat precies? Hé, ik weet niet meer zo goed hoe ver ik moet. Oh, daar is die. Oh, gezellig. Dat muziekje ook. Wat een te gekke... een te gek varken dit. Echt leuk. Blijf hem ook horen. Hij zit achter mij aan. Hij moet even optiefden. Optiefden! Oké, hide and seek. Spider hoor ik ook heel veel. Waarom heeft hij het op mij gemunt? Hij zit wel echt achter mij aan. Niemand anders ook. Hop. Zouten. Oké, nou, ik heb in ieder geval kogels. Maar wat moet ik er nu verder mee? Ik weet het echt niet zo goed. Mijn god. Ik schrok een beetje. Hoe kan ik nou dat pistool gebruiken? Oh, kan echt knallen. Waar is die? Ik kan hem echt neermaaien. Dat wil ik. Waar is die? Ik wil hem gewoon echt neerknallen nu. Dat vind ik wel echt heel cool als ik dat kan. Gaan we dit doen? Oh, nou, succes was het. Dit was wel echt heel onhandig voor mij. En ik weet niet zo goed wat we nu verder moeten doen. Oh. Nou, echt boeiend is het niet, hè? Maar goed, ik wil gewoon één ding. Kan die hier ook komen? Hier, ik heb kogels. Waar is die nou? Kan ik hem echt neerschieten? Superleuk. Oh, nou, ik vond het niet leuk. Het is leuk geweest. Oké, jullie hebben het horrorspel genoemd Mimic. Ik vind het best wel leuk, een beetje Roblox spelen met jullie. Is het de Mimic?
Oeh, dit ziet er wel heel eng uit. Is er ook een horror mansion? Ik vond Banana iets tot nu toe echt het leukst. Oké, okay, dit ziet er best wel eng uit. Woe! 28 maart. Hij staat wel heel hard, hè? Dit ziet er best wel cool uit. Wat is het doel hiervan? Wow, dit is wel echt, echt lekker creepy gemaakt. Wat moeten we doen? Wat een grote groep ook. Wow. Freaky. Oké, dit ziet er wel nice uit. Spectre. Die ga ik ook even noteren, hoor. Kan ik al spelen? Oké. Okay. Hij is nog niet begonnen, toch? Oké, okay, ik heb op het boekje geklikt. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Oeh. Oké, okay, ik ben benieuwd jongens. Wat is dit? Wat is dit voor spel? Wat hebben jullie me doen laten uitzoeken? Chapter 1. Shift or L2. Oké, okay, shift. Oké, okay, jumpscares. Wat gaan we doen? Weet iemand wat ik moet doen? Ik zit ook met iemand alleen in een lobby. Getsy Derry, wat gebeurt hier? Nou. Oh, het is een soort escape room. Superleuk. Heel leuk. Vooral de hele sfeer is zo gezellig. Ja, ik ga gewoon het hele... Ik ga gewoon hem achterna. Achterkant van het gebouw. Oké, okay, daar zijn we nu. Oké, okay, er komen dus wel echt jumpscares aan te pas. Dat kan mij niet schelen. Wat eng. Ik laat hem wel lekker voorlopen. Ja, yeah, should probably follow the footsteps. Dat denk ik ook. Het is iets... Ah, the gym. From what I remember, the pool should be right here. Moet er nou per se dat... moet dat gebonk nou per se? Toch een beetje eng. Oeh. Wanneer weer roadtrippers? Nou, geen idee. Oh, ik ga de verkeerde kant even op. Oh. Maar die... Voetstappen die rijken juist deze kant op. Ik heb zeker ooit Five Nights at Freddy's gespeeld, ja. Wat gebeurt hier allemaal? Oh! Oké, jeetje, ik schrik me dood.
Heb ik hem nou? Heb ik hem nou? Want ik zie niet dat ik hem heb. Ja, dat was inderdaad een van mijn eerste streams dat ik Five Nights at Freddy's speelde. Ja, dat klopt. Ik vond het wel heel leuk. Oké, ik heb hem. Ik zie daar iets staan. Mijn god, wat is dit? Oh, lekker. Oh, een katje. Ziet er zo onschuldig uit. Het lijkt gewoon... Cherry blossoms, bloemenpan. Oh, nou, dat ziet er ook leuk uit. Ga nu naar de gym en loop naar achter. Waarom moet dat geluid? Waar is dit voor? Oh jee. Oh, ik schrik me dood. Oh. Ik vind het wel een beetje saai. Het is een beetje Slenderman-achtig, hè? Jongens, ik ga stoppen. Ik vind het een heel saai spel. Nee, het was wel leuk eventjes, maar ik vond het wel een beetje... Ik weet niet, ik vond het gewoon een beetje saai. We gaan voor Spider. Ik ga Spider doen. Ik ben benieuwd. Het bouwt op. Ja, ik snap het. Maar ik weet niet. Ik heb ooit Phasmophobia gespeeld. Ja, dat is echt leuk. Er zit volgens mij een spel in, genaamd Spectre. Ik ben benieuwd. We gaan gewoon dit even spelen. Oké. Okay. Ik ben benieuwd hoor, jongens. Teddy is ook een horror game. Doe ik niet alleen maar horror te zijn, hè, jongens. Ik vond Banana iets gewoon wel echt heel erg leuk. Oh, we zijn met z'n vieren. Leuk. Ik kijk je stream al heel lang. Nou, superleuk. Love, Crea Chick. Oh mijn god, wat is dit voor iets cools? Kijk hoe vet hij eruit ziet, die naast mij. Enorme rugtooi. Lijkt wel een soort van twee drakenhoofden. Zie je dat? Mee. Wow, wat doet deze man? Die wordt even helemaal lijp. Die verandert volgens mij in de spider. Oké, wat moet ik doen? Oh, dit ziet er wel nice uit. Uncle Bob. Oké, vertel even wat ik moet doen. Weet iemand wat ik moet doen? Ik weet het namelijk niet. Hoe kun je verstoppen en zo? Moet je weer dingen overal wegpakken? Ik weet niet wat ik moet doen. Dit wil ik niet. Kan je ook verstoppen? Nee, hè? Ik hoor hem. Ik hoor hem. Ik wil dit niet. Wat moet ik doen? Oh, mijn god. Ik schrik de hele tijd van deze man, omdat ik denk dat hij de spin is.
Oké, ik moet sleutels zoeken. Ik heb er nu één, maar wat kan ik ermee? Oh, nou. Ik ga hem wel achterna. Kan die hier niet komen? Of wel? Wat moet ik nou? Oké. Doe maar wat hoor. Ik weet het niet. Kan ik hier weg? Want ik zie daar dat iemand tot een balletje wordt gerold. En ik heb dat liever niet eigenlijk. Ik blijf liever gewoon mezelf. Ik weet niet zo goed hoe ik dit kan voorkomen. Ik weet niet goed wat ik moet doen. Wat moet ik doen? Oh mijn god, schrik me dood. Pure paniek hier. Maar hier zit een sleutel. Ik weet niet wat ik moet doen. Hey. Oh, daar is die. Dat is echt een enge spin. Ik weet niet wat ik moet doen hoor. Ik vind het niet leuk. Ja, ik heb een sleutel, maar ik weet niet wat ik ermee moet doen. Ik vind het eigenlijk niet zo leuk. Omdat je gewoon geen goede uitleg krijgt ook, weet je wel. Hartstikke leuk. Maar het is toch wel fijn dat op het moment dat je dit als eerst speelt, voor het eerst, dat je een beetje uitleg krijgt. Hier. Maar ja. Heb ik die gele key wel nodig nu? Ik weet niet hoor, maar ik hoor hem gewoon. Ik snap er niks van. Nee, echt helemaal niks. Kan ik die wc gewoon ontstoppen? Kom ik dan vrij? Hoe kom ik vrij? Ik weet niet wat ik moet doen. Zal ik gewoon mijn sleutel hier neerleggen? Kan hij niet binnenkomen? En nu? Oh nee. Hij heeft zichzelf opgeofferd. Mag ik er ook in? Ik weet niet wat ik moet. Nou, ik vind het vaag. Ik wil ook niemand, zeg maar, tot last zijn door hier uit het spel te gaan. Maar ik vind het echt behoorlijk saai. Nee, ik heb eventjes op het uitknopje gedrukt. Deze vond ik ook niet zo leuk. Doe epic minigames. Is dat leuk? The facility. Hé, de facility ziet er wel leuk uit. Flee the facility. Gaan we doen. Oké? Okay? Beloofd. Klinkt zo vredig.
Hey. Poe. En nu? Dit ziet er leuk uit. Oh my god. Wat moet ik doen? Waar is de rest? Ah, kijk. En zo kan ik hameren. Ik kan niet hameren. Mij lukt dat weer niet. Je moet wachten, ja, maar hoe lang? Ik kan niet. Mijn muis doet het niet. Het klinkt wel leuk. Oké. Oké, we moeten nu wachten. Oké, ik ga even kijken wat het is. Oh mijn god, het is heftig. Oh. Dit is een soort prins carnaval die met mensen rond het huis sleept. Het is een beetje vreemd. Jeetje. Wat een heftigheid. Nou, zit ik hier toch lekkerder, hè? Hé, hey, haar zie ik ook de hele tijd. Is zij misschien iemand van de chat die de hele tijd spelletjes doet die ik ook doe? Of is het gewoon een skin die veel voorkomend is? Oké. Okay. Als speler moet je computers hacken om de exits te openen. En er is ook iemand die het beest is. Als beest moet je proberen andere spelers te capturen. Als speler moet je wegblijven van het beest. Oké, duidelijk. Maar ik weet niet zo goed hoe ik... Ik denk dat ik nu gewoon moet wachten, toch? Alleen, mijn hamer doet het niet. Is dat... Oh, we gaan beginnen. Spannend. Nee! Ik wil geen beest. Ik wil niet het beest zijn. Jongens, hoe moet ik dit doen? Ik weet niet wat ik moet. Ik moet ze gewoon vangen dus. Alleen maar mensen. Oh, ik zag hier iemand. Oh. Oh, ik ben het beest. Oh, en nu heb ik haar nu. Wat moet ik dan doen? Wat moet ik nu doen? Het wordt nergens uitgelegd ook. Oh, waar moet ik haar nu laten? Ze zit nu aan mij vast. Hoe moet ik het doen? Nou, ik vind het een vaag spel. Ik weet niet hoe ik het moet doen. Ik vind het stom. En dan? Oké, nu zit hij aan mijn touw. Hoe kom ik dan... Klik dan om hem aan het touw te doen. Breng hem naar een capsule. Oké, maar waar is de capsule? Oh, daar. Ja, ze is nog steeds bij mij. Oh, wat grappig dit. Oké, ik snap het een beetje. Maar ze is nu weg. Hoe kan dit nou? Oké, ik snap het niet. Nee, ik vind het stom. Ik snap het niet.
Maar moet je dat heel snel doen of zo? Nou, ik weet niet hoor, maar... Ik weet niet hoe ik haar nu... En nou is ze weer weg. Ik snap er echt de ballen niet van. Het is echt helemaal niks, dit. Ik vind het stom. Maar dat komt misschien omdat ik een beast ben. En dat nog een beetje te hoog gegrepen is voor mij. En nu? En nu? Naar de capsule. Maar waar is die capsule? Hier, nu is die weer weg. Oh nee. Ik weet niet wanneer die weg is, zeg maar. Ja, hij is nog bij me. Hoe doe ik dit? Oké. Ik vind het maar ingewikkeld. Ik vind het super ingewikkeld. Oké, dat is één. Oh. Ik moet gewoon mensen neerslaan en meenemen naar een capsule. Ze daarin vasthouden. En that's it. Maar ik kan niemand meer vinden. Ik kan niemand vinden. Oké. Volgende keer doen we wel weer gewoon Animal Crossing, ja jongens. En we gaan een keer een zingstreampje doen. Ik weet niet zo goed waar iedereen is. Daar is iemand die ik echt hard sla. En jou had ik toch al... Of niet? Ik weet niet of ik hem al had. Kan ik ook bukken? Is die er nog? Ja, hij is er nog. Nu niet. Ik denk de hele tijd dat hij weg is. Kijk. Hij is weg. Wat is dit voor onzin? Oh, ik vind het stom. Nu ben je van mij. Ik ga je in die koker leggen. Ja, je komt niet meer weg. Wil jij ook? Kan hoor. Laat me heel even met rust. Ja, oké. Oprotten. Is hij nog bij me? En daar staat hij weer. Jeetje, dit is ook echt, vind ik, een beetje luguber. Kan ik haar dan nu? Hehe, eindelijk. Eindelijk! Ik vind het niet zo superleuk. Maar kunnen ze elkaar ook bevrijden? Of wat is dit? Volgens mij had ik net die jongen al neergemaaid. Of hij lijkt erop. Jongens, wat is er met Piespe aan de hand? Want Piespe is een hele lieve mot... En je moet er wel even heel erg lief gaan doen. Ik vind het niet zo leuk. Eigenlijk zijn er toch maar weinig spellen in Roblox die ik echt leuk vind.
Waarom is ze nou weer vrij? Wat is dit? Nou. Ik vind het niet leuk. Ik ga deze afsluiten, want ik vind het echt helemaal niks. Nee. Epic minigames, zei iemand. Wat was dat voor iets? Ja, ik heb hem gevonden. We gaan gewoon even wat gezelligs doen. Al die horror dingen. En ik zou graag af willen sluiten met Banana Eats. Want dat vond ik toch wel echt een heel, heel groot succes. Oké, jeetje, hoor, een beetje lui van hoor. Nou, weet je, ik vind het wel echt ontzettend leuk om een keer Roblox te hebben geprobeerd. Maar het hoeft van mij niet nog een keer. Oké, zullen we dit doen? Feesten. Hé, hey, dit ziet er gezellig uit. Oh, kijk die alpaca! Wat leuk! Yay! Oké, ik ben benieuwd wat het is. Oké, wat is dit? Wees de eerste die de weg naar het balkon vindt. Ik doe maar wat, hè. En dan? Oh my god. Ja. Eén verdiepingje omhoog. Ik weet niet zo goed wat ik aan het doen ben, maar volgens mij... Oh. Kijk, en eentje omhoog. Oh. En dit was het? Deze vond ik niet zo leuk. Ben ik nou echt zo verwend? Oh my god, het spel starten. Hoed zoveel mogelijk kippen naar je hok. Kijk, dit vind ik wel leuke dingetjes. En hoe doe je dat? Nee, niet daar. Kom! Jeetje jongens, hoe doe ik dit? Ik vind het nog moeilijk. Niet... Oh, ze gaan allemaal verkeerd. Hoe doe je dit? Gewoon tegen een kip aanlopen. Ja, dat doe ik. Ja. Ja, dat is één. Ze gaan overal. Hey, blijf uit mijn hok. Ga weg. Hey, dat is Anwar. Spider-Man. Is hij mij nou aan het helpen? Dat vind ik echt super lief. Ik dacht, iemand is mijn kippen aan het... Hoppakee. Erin. Oh, en nu? Oh, ik heb niet genoeg, denk ik. Even hoi zeggen in de chat. Zet hem even kleiner. Dan kunnen jullie gewoon heel het beeld een beetje zien.
hoezo stopte ineens die kippen? Het touw zal starten met zwaaien in 4 seconden. Spring er overheen. Oh mijn god. Oh my god. Volgens mij doe ik het wel goed. Gaat hij nu ook steeds sneller? Waar zie ik mijn punten? Ik zie nergens hoe goed ik het doe. Ik vind dit wel leuk. Oh, het is een soort afvalrace. Als je te vaak mist, dan ben je dus de Sjaak. Oké, ik heb een soort ezelsbruggetje. Als dat groene in mijn beeld zit, dan weet ik dat ik op de spatiebalk moet klikken. Hé! Hey. 4! Hoppakee! Oh, ik heb 1 punt. Niet veel. Oké, ik vind het wel leuk. Ik ben niet gestopt hoor, jongens. Is de stream eruit geknald? Oh, nou. Ik weet niet wat het is, jongens. Ik zie er niet meer. Nou, bij mij doet hij het nog gewoon. Ik ga eens even kijken. De stream lagt gewoon een beetje. Mods, gaat alles nog een beetje oké? Zien jullie me nog? Oh, de stream hapert veel. Ik zou niet weten waarom die lekt. Ik zou even mijn vriend bellen om te kijken of die boven ergens mee bezig is. Hey, ben jij iets zwaars aan het streamen? Ja, liever wel, want bij mij loopt alles vast. Oké, dank je. Doei. Zou niet weten waarom. Maar blijkbaar lekt die. Ik ga eens even checken. Ik denk dat dit te veel is. Ik ga er even uit weer, jongens. Sorry. Ik zou niet weten waarom. In ieder geval heeft hij tot nu toe goed gedaan. Totdat ik volgens mij die Epic Minigames ging spelen. Dus ik stop daar heel even mee. Ik ga even kijken naar Spectre. We zien je nog. Oké. Okay. Ik denk dat dat dan echt komt door dat Epic Minigames dan. Ik ga eens even kijken wat Spectre is. Ik ben benieuwd. Top. Ik ben benieuwd wat het is. Iemand in de chat heeft dit mij aangeraden. Volgende week gaan we gewoon weer op de Nintendo Switch, jongens. Of we gaan lekker zingen. Ik vond het wel leuk om een keertje dat Roblox uit te proberen. Volgens mij vonden jullie het ook best wel leuk vandaag, toch? Lieve Jeroen, ja, Nicolette. Ik vind het gewoon veel leuker om lekker met jullie te kletsen. Wat moet ik nu doen? Private? Public? Ik denk het wel, hè? Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik ben benieuwd. Oh mijn god. Kan dit allemaal niet? Hé, dit is toch gewoon een soort phasmophobia? Ja.
Iemand noemt het Sharkbite. Is dat wat? Ik heb alleen echt niks. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen, maar ik ga ervan uit dat het een soort phasmophobia is. Iemand noemt Sharkbite. Sharkbite wordt al erg veel genoemd. Sharkbite. En Froggy. Froggy. Nee, wat is dit? Dit is precies phasmophobia. Hoe zet ik hem aan eigenlijk? Oh, zo. Pick up. Ik weet alleen niet wat het is. Oh jongens, dit is weer veel te ingewikkeld. Ik ken heel die... Identify the type of ghost. Ik heb geen EMF reader. Wat is dit ding? Weet iemand wat dit ding is? Oh ja. Oh, wel leuk. Maar goed. Wel lastig zo, zeg. Een tablet. Nee. Hoi. Oh jongens, ja, sorry hoor, maar ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Kijk, ik heb gewoon helemaal geen spullen. Ik heb gewoon geen spullen kunnen kopen. Dit is een soort kapper. Wat ik moet doen, ik heb echt geen idee. Journal. Oké, ja, dat snap ik. Ik weet niet zo goed wat ik moet. Ah, IMF. Probeer het nog een beetje. Ik probeer het zeg maar te snappen, maar ik ga gewoon even in het huis lopen met deze tool. Kan ik dit tegelijk met mijn zaklamp aandoen of kan het niet? In Phasmo kan het dus wel. Ik weet het dus niet. Ja, ik ken phasmophobia, dus het is ook wel echt... Het is alleen... In phasmophobia kan je dus twee dingen tegelijk in je hand houden. Dat lijkt hier dus niet zo makkelijk te kunnen. Okay. Ik zie helemaal niks. Wat is Fashion Famous? Nou, ik vind dit ook wederom niet te doen. Echt. Ah, jongens. Ik zie dat heel veel mensen toch wel er vandoor zijn gegaan.
En ik ben zoveel dingen door elkaar aan het spelen. Het was ook eigenlijk een soort uitprobeerseltje vandaag. Om te kijken of jullie Roblox leuk zouden vinden. Nu zitten echt heel veel spellen bij waarvan ik denk, wat is dit? Er zitten ook een paar hele leuke bij. Verrassende van vandaag vond ik toch wel Banana Eats. En echt oprecht vond het een hartstikke leuk game middagje. Met heel veel mensen gewoon lekker aan het eten zijn. Ik moet ook wat eten, want ik heb best wel honger. Dus, weet je, ik doe nog even een klein liedje aan. En ik vond het echt heel gezellig met jullie. Ik heb niet zo heel veel van de chat kunnen zien. En voortaan doen we gewoon weer Animal Crossing. Of iets anders. Nieuwe Kirby komt ook deze week, volgens mij volgende week uit. Dus daar komt een video van op mijn gamekanaal, omdat ik die dinsdag al mag gaan spelen. Maar het is voor vandaag al even genoeg geweest, dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Het was een beetje een gekke, rommelige Roblox stream. Maar ik vond het leuk dat jullie me geholpen hebben vandaag. Bedankt daarvoor. En tot de volgende keer. En we gaan heel snel een keertje zingen. Dus echt een livestream. Dat we aan het begin van de livestream gewoon lekker een paar liedjes gaan zingen, dat lijkt me heel erg leuk. En we moeten echt dat horroravondje een keertje plannen. Dus dank jullie wel voor het kijken. En tot heel snel!